super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En nou goed, drop zeker een like, vergeet niet te abonneren. En vandaag gaan we weer 4 kanalen bekijken voor de mensen die het hebben aangegeven dat dat mag. Wil je nou ook graag dat ik jouw kanaal ga bekijken? Doe even een like, vergeet niet te commenten dat je het graag wilt en abonneer en dan kom jij binnenkort aan de beurt. Ik wil jullie wel vragen om het iedere video te blijven doen zolang je nog niet aan de beurt bent geweest, anders vergeet ik je aangezien er zoveel mensen zijn die het willen. In ieder geval, 4 kanalen vandaag. Laten we beginnen. Ik probeer ook zoveel mogelijk tips te geven, zodat ook de mensen die niet worden beoordeeld in deze video er ook nog wat aan hebben en hopelijk ook nog leuk is voor jullie. Dus met dat gezegd hebben, laten we gauw beginnen. Het eerste kanaal hebben we JustDurpPVP. Hij zit al een hele poos bij mijn video's te vragen of hij bekeken kan worden. En ik dacht, nu is het echt tijd dat we hem even gaan kijken. Zo te zien ben ik al op je geabonneerd. Dat komt waarschijnlijk omdat ik redelijk vaak je video's kijk. Je uploadt niet heel erg actief. Maar goed, dit helpt mij weer een beetje. Want ik ken jouw kanaal dus al een beetje. Dat is wat makkelijker voor mij. In ieder geval, ik zie dat je een vrij groot kanaal hebt. Al 367 abonnees. Dat is flink wat. Dus je bent er hartstikke goed op weg. Dat sowieso. Wat ik ook zie is dat je thumbnails probeert te maken. Ze zijn niet het beste. Maar ik heb zo'n gevoel dat dat ook een beetje voor de joke is. Dat je dat ook gewoon grappig vindt. Maar ja, je hebt niet overal thumbnails, maar dat maakt nog niet uit. Jouw popular uploads zijn vrij vaak bekeken. Zo te zien heb jij een beetje remixes gemaakt of re-uploads van songs. Kan allemaal, wordt goed bekeken de laatste tijd. Voor de rest ziet alles er hier goed uit. Zo te zien heb je een beetje een derp kanaal. Maar goed, dat staat ook in je naam. Zo te zien is het ook Engels. Dus ja, ik neem aan dat ik dit allemaal niet te serieus moet nemen. Want aangezien het toch een beetje een derp kanaal is, moet je ook een beetje een derp beschrijving hebben. En anders dan... Dus dan kan ik je niet... ik kan dus ook niks zeggen over je banner. Want het is natuurlijk een derp banner. Maar ja, als je een derp kanaal hebt, dan mag dat, weet je. Als je jezelf niet al te serieus neemt, dan mag je een niet al te serieuze banner of profielfoto hebben. Neem je wel, however, wel te serieus, dan moet je ook daadwerkelijk met goede design komen. Maar dat hoef jij ook natuurlijk niet. Aangezien volgens mij een deel van jouw humor ligt ook in dat jij jezelf totaal niet serieus neemt. Dus met dat gezegd hebben, ja, je kanaal ziet goed uit, ga zeker zo door. Mijn pagina laat niet helemaal zo zien, maar hang uit. Je hebt hier trouwens ook je homies hier neergezet, hartstikke leuk om te doen. En ja, ziet er allemaal goed uit. Dus ga lekker zo door en dan gaan wij ook gewoon lekker door naar het tweede kanaal van vandaag. Let's go! En dan nu het kanaal Gekke Gameplay. Een actieve kijker voor mij, iemand die er al heel erg lang bij is. En ik vind dat gewoon super tof. Hij heeft het ook al een aantal keer aangevraagd. Dus nu ben jij eindelijk aan de beurt. Gekke gameplay. Super tof. En laten we beginnen. Dus sowieso krijg ik echt 24/7 berichten van jou. Van gekke gameplay is live. Want ik ben ook op jou geabonneerd. Ik kijk zo altijd wel even. Maar je bent echt zo ontiegelijk vaak live. Dat ik er echt niet altijd bij kan zijn. Maar wel tof dat je zoveel tijd erin steekt. Je bent ietsjes kleiner dan het vorige kanaal. Maar nog steeds een groot kanaal met 260 abonnees. Echt netjes. Zo te zien ziet je banner er ook gewoon heel erg tof uit. Ja, het kan natuurlijk wel wat beter. Het ziet er een beetje gepainted uit. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want het is wel gewoon een hele mooie banner. En ik kan je vertellen dat toen ik 260 abonnees had, mijn banner echt niet zo mooi was. Dus ik zou er daarvoor. Jij hebt ook het probleem wat heel veel anderen hebben. Soms gebruik je een hele mooie thumbnail. Soms gebruik je dat niet. Het is het een of het ander. Of je steekt nul tijd in je design. Of je steekt tijd in je design. Maar als je het soms wel en soms niet doet, dan gaat het eigenlijk alleen maar slechter. En dan klikken de mensen, doe het maar gewoon niet, want het ziet er niet zo cool uit. Maar in ieder geval, wie weet heb je nu besloten gewoon vanaf nu met design te gaan werken. Want je laatste twee video's, ja, het is weliswaar dezelfde, maar het heeft wel een thumbnail. In ieder geval, dit ziet er allemaal netjes uit. Je hebt hier de afspeellijsten, eerdere streams, uploads, popular uploads en de squad. Hartstikke mooi gedaan. Nu eens even kijken naar jouw kanaalbeschrijving, hoe dat in elkaar zit. Oké, ja, misschien is het handig om te werken met smileys. Dat je hier bijvoorbeeld een hard smiley doet voor als je vraagt of ze kunnen abonneren. En een Gameboy smiley bij de games die je speelt. Dat vinden mensen altijd wel leuk. Als er een beetje spaties tussen zitten, van niemand gaat het zo lezen, dat het zo dicht op elkaar zit. Maar voor de rest, ja, je hebt het wel. Dus de diehards die gewoon willen weten waar je kanaal over gaat, kunnen het in principe gewoon lezen. Dus dat is hartstikke tof. Ook heb je hier gewoon je links naar je trailer, naar je Twitch, naar je Twitter. Dus dat zit ook allemaal goed in elkaar. Hartstikke tof. En dan heb je hier je dingen. Ja, gewoon je kanaal en je vrienden. Dus dat zit allemaal goed in elkaar. Gekke gameplay, jongen. Jij kijkt mij al een poosje, ik kijk jou al een poosje. En goed, je hebt nog steeds ook dezelfde profielfoto, maar maakt niet uit. Je bent een tof kanaal, je bent een toffe gast. En ga lekker door met je YouTube en je komt er wel. Dan hebben wij een Adventure Gaming, een speciale gast. Ook deze ken ik.
Ja, ik heb het niet gepland, maar deze video doen we heel veel kanalen die ik ook een beetje ken. Of het nou virtual, of het nou online is, of dat het nou in real life is. Ik ken veel van deze mensen toch wel redelijk goed. Maar dat maakt niet uit, daar heb ik niet. Dat is gewoon met toeval gegaan, in ieder geval. Adventure Gaming, ik kijk je al sinds ongeveer 60 abonnees. Ja, je bent heel erg ver gekomen met je design. Je banner en je logo zien er een stuk beter uit dan eerst. However, je kan wel zien dat je designer echt alleen maar een banner en een logo heeft gemaakt, want je hebt namelijk totaal geen thumbnails. En de thumbnails die je hebt zijn of gestolen van het internet, of echt niet zo mooi. Maar dat maakt niet uit, je probeert het in ieder geval. En alles is beter dan bijvoorbeeld een video zonder enkele thumbnail, dus dat is wel tof. Zo te zien upload je ook redelijk veel. Ik kan niet zeggen dat je heel vaak uploadt, maar je uploadt ongeveer 1 keer in de week, 2 keer in de week, 3 keer in de week. Dus dat is best goed. Ook heb je al de 103 abonnees. Dus dat is iets kleiner, echt wel iets kleiner dan de vorige twee kanalen. Maar het is nog steeds een redelijk goed opstartend kanaal, zeg ik dan maar. En ja, sowieso nog congrats met je 100 abonnees. Want zo te zien heb je net gehaald. En ja, altijd een leuk moment. Dus ja, tof. En dan gaan we nog snel eventjes naar de About page kijken. Kijk, dit is wat ik bedoelde. Dit is wat ik bedoel. Een goed verzorgde, mooie beschrijving. Dat vind ik tof om te zien. Je hebt hier checkmarks, mooie smileys. En dan heb je gewoon snel en vlot verteld waar je kanaal over gaat. Je social media, et cetera. Spaties ertussen. Dit lezen mensen. Dit spreekt mensen aan. Als je alles zo gewoon hoppakee, zonder smileys, zonder spaties, gewoon maakt. Niemand gaat het lezen. Nou goed, een beschrijving wordt sowieso niet vaak gelezen. Maar als je kans wilt hebben dat iemand een goede indruk van je kanaal krijgt en of het gaat lezen, dan doe je het zo. Ja, het kan natuurlijk nog iets mooier, maar dit is bijna perfect. Dus Adventure Gaming, voornamelijk shoutout naar jouw banner, logo en jouw About page. Want het ziet er hartstikke tof uit. Dus mijn tip voor jou, probeer ook gewoon thumbnails te maken en ietsjes actiever te uploaden. En dan kom je er wel. Je hebt ook de 100 abonnees gehaald door te streamen. Dus stream gewoon lekker verder, want blijkbaar vinden mensen dat heel erg leuk. Dus dan kom ik eigenlijk op mijn tweede tip. Doe wat je kijkers leuk vinden. Is dat streamen, dan ga je streamen. Is dat FIFA, dan doe je FIFA. Is dat Fortnite, dan doe je Fortnite. Doe wat je kijkers willen, want zonder je kijkers heb je niks. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor iedereen. Op naar het volgende kanaal. En dan last but not least, we hebben we Toontje. Ja, Toontje heeft het ook al een hele poos gevraagd. Maar goed, hier eindelijk heb ik hem dan erin gezet. Toon ken ik ook al een hele poos. Is ook een oud Drarlid. Ja, ook een toffe gast. Dus ja, we gaan jou vandaag gewoon eventjes bekijken. En ja, dus in ieder geval, je hebt ook een vrij groot kanaal, bijna de 200 abonnees. Ja, je banner is nog steeds Pricksize, wat volgens mij je vorige kanaalnaam was. Althans, dat denk ik. Dus dat moet je nog even aanpassen. Je profielfoto ziet er in ieder geval wel heel dope uit. Voor de rest, ja, zo te zien, upload jij gewoon een beetje PvP. Is wel handig als je hier dan bijvoorbeeld upload zet en dat je hier dan zo al je uploads hebt. Want nu, als ik een video van jou wil kijken, moet ik eerst hierop drukken. En dan moet de pagina laden. En dan pas heb ik je video's. Dus dat is een beetje irritant. Ja, je uploadt niet heel actief. Maar dat bij PvP-kanalen maakt het altijd wat minder uit. Die community ligt heel anders dan bijvoorbeeld, voor instance, mijn community. Ja, dus hier doe je veld PvP, nog een keer veld PvP. Dus een echt PvP-kanaal kan ik niet al te veel over zeggen, want ik heb zelf totaal geen ervaring met PvP-kanalen. Maar in ieder geval, deze thumbnail vind ik heel erg tof. Als je dat nou bij deze ook had gedaan, dan was het helemaal dope geweest. Dus probeer gewoon je thumbnails te doen. En voor de rest kan ik moeilijk tips geven, omdat ik gewoon niet echt bekend ben met de community die jij hebt. Wat ik wel kan doen is uiteraard nog even bij About page kijken. Misschien kijken PvP'ers daar wel naar, je weet het niet. Ik heb een kanaal waar ik games, pranks, challenges en nog veel meer random shit ga doen, oké. Okay. Ja, dat ziet er sowieso al beter uit dan de beschrijving van gekke gameplay. Het zit niet allemaal aan elkaar, maar als je hier nou gewoon ook je social media, et cetera, bijzet, wat smileys tussen doet, dan wordt het nog beter. Dus ik kan je beschrijving niet slecht noemen, maar het is ook niet goed. Dus neem gewoon lekker een voorbeeld aan Adventure Gaming, jongens. Dat was een beschrijving die mensen willen zien. Dus probeer dat ook gewoon te maken. Maar in principe is dit gewoon redelijk. Mijn kanaalbeschrijving is ook niet de beste. En hier heb je dan gewoon je Google Plus gerelateerde kanalen. Dus dat zit allemaal gewoon goed in elkaar. Dus ja, Toontje, er moet echt nog wel wat gebeuren aan je kanaal. Maar je hebt al aardig wat abonnees. Je hebt al aardig wat, een aardige community die je video's kijkt. Dus wat je nu moet doen, proberen je banner en je thumbnails gewoon even te doen. Misschien je kanaalbeschrijving iets aanpakken. Misschien ietsjes meer uploaden. En dan gewoon doorgaan en dan kom je er vanzelf. Ik heb je video's wel eens gezien en ze zijn echt niet zo slecht. Dus ja, ga lekker zo door. En dan kom je er wel en op naar het volgende kanaal. En het laatste kanaal ook meteen.
Ja, skip dat maar weg. Ik was blijkbaar al bij de vierde. Ik was de tel een beetje kwijt, dus we zijn eigenlijk al klaar. In ieder geval, mensen die tot het eind hebben gekeken, zeg maar lekker hashtag eierkoek of zo in de chat. Dan weet ik dat jij tot het eind hebt gekeken. En dan kan ik jou een pin of een love geven, want dat vind ik hartstikke tof voor de mensen die dat hebben gedaan. In ieder geval, ben je nog steeds niet aan de beurt gekomen? Ik verzeker je, blijf er gewoon lekker iedere episode bij en vanzelf zullen ook jij aan de beurt komen. Dan wil ik jullie heel lief vragen om een likeje te doen en even te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. Doe lekker mee, wie weet kom je iets sneller aan de beurt dan anderen. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag en tot de volgende video. Joejoe!